Het jaar van op Nieuws uit Berkelland wordt mede mogelijk gemaakt door Giant Store Hesselink. Aan de Borculozeweg 17 in Neede. We willen nog wel wat kleine projectjes erbij aandoen, zeg maar. Maar voor de rest willen we eigenlijk gewoon een heel goed concept neer gaan zetten. Ja. En dat is een beetje wat 2024 moet gaan brengen. Dat we gewoon naam gaan maken en gewoon een hele fijne, leuke plek worden waar mensen graag komen. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het jaar van. We zitten nog steeds in 2023, niet meer zo heel erg lang, want het jaar is bijna voorbij. En het was een bewogen jaar voor de heren die hier aan tafel zitten. Toon en Bart, ja, eigenlijk kent iedereen jullie denk ik onder de naam Toon en Bart van de Hoeksteen, toch? Ja, ja. Van oudsher zeg maar. Ja, bijna. Ja. Nou, laten we eens bij Toon Ebbers beginnen, ja. Want jij komt echt helemaal niet uit Borculo. Komt uit van Gendringen. Hoe ben je zo in Borculo terechtgekomen? Mijn vader kwam van Borculo. Oké. Okay. Mijn vader van Borculo had toen verkering gehad met Beekirken mee, met een deentje, maar dat was toen protestant en mijn vader was katholiek, dus dat mocht niet. Dus ze trouwde met een deentje uit Ruurlo, Wilhelminastraat, Therese Ebbers. En die toen wil een bakkerij beginnen in Borculo, maar dat mocht niet van opa, want Willem zat aan de Ruurlose weg, om Willem. En vader moest toen naar Gendringen gegaan. Ja. En toevallig kom ik weer terug naar Borculo. Ja, toen dacht jij van ik ga daar eens een horeca geleerd overnemen. Mijn vader zag de advertentie van Herman's Hoek toen. Ja. In 87 was dat. En toen november werd ze kieken. En januari zou erop. Want jij was echt horecaman. Je bent een echt horecaman. Van origine ben ik een banketbakker. Ja. En ik heb er nooit een taart zelf opgesproken. Dus dan weet wel. Vol variatie. Ja. En dan had ik door in die titel, ik heb Servian de Borg gewerkt, maar ik heb bakkerij Servian Doeteren. Maar in Doeteren maak ik ook de kantine erbij van een zwemmer, de Levenvoorde. Dat deed ik dan bij, en ik werk bij Walter Hendriksen in het veld Hunten. Die had nog een paar keer wezen in Doeteren, maar die had ook wat bruil of die loop ik altijd tussen de baas, zeg maar. Dus ik zat er wel een beetje in, ja. Ja. En zo, wat was inderdaad, Hermans Hoekje of Hermans Hoek? Hermans Hoekje. Hermans Hoekje, ja. Hermans Hoekje was dat toen. En toen dacht jij, ik maakte de hoeksteen van. Op de hoek van de Steenstraat. Ja. Hermans Hoekje kon niet, maar ik heet Toon. Nee, ja, precies. Ja, dat wordt wel lastig. Maar ja, op Toon zoek je er ook wel kan maken. Ja, maar ja. Wat een beetje cliché. Mijn vrouw had, is er eindelijk op de naam gekomen. Ja. En nou niet meer weg te denken, hè, in Borculo. Nee, ja, maar moet ik anders doen. Ja. Is wel niet meer waar. Ben je dan niet keer toe aan pensioen? Nee, ik ben pas 66. Ja, nee, dan hoor je het. Bij de horeca geeft pensioen pas in 76, toch? Ja. Nou, dan Jooit of Tien en dan heel bad naar een beetje met. Ik heb Bert gezegd, ik heb geen ene weg lopen, maar dan schrik ik eruit. Ja. Maar het nog steeds niet gezegd, dus. Nee, in ieder geval. Mag nog steeds meedoen. Olle vlees met de eerste. En de bedoeling is dat Bert, we werken nog wel 5-6 jaar met elkaar? Nee, langer. 2000? Nou, ik moet nog werken, hè? Wanneer ben ik in de zaak gekomen? 2014. Oh, maar dan. Bijna 10 jaar al. Ja. Want Bart, je bent niet de enige, hè? Want jouw school was drukke horeca leven niet stilgelegen. Nee, dat klopt. Vier kinderen, dus hebben met drie meer. Ja. Maar jij was de geknipte opvolger voor je ouders? Ja, in eerste instantie niet meteen direct. Ik had zoiets van, ik wil graag in de keuken staan. Vond ik mooi. Ik denk, dan ga ik die opleiding doen. De koksopleiding gedaan. Mijn ouders zeiden ook gewoon, dan ga alsjeblieft eerst ergens anders kijken voordat je überhaupt hier in de zaak komt. Dus wel altijd aan het helpen geweest, vroeger wel. Maar daarna gewoon de koksopleiding gedaan. Bij Bonnepatten gewerkt in Bargem. Een aantal jaren bij Terme Buslo in Apeldoorn een aantal jaren gewerkt. Nou, toen nog een half jaar op wereldreis geweest en toen weer teruggegaan naar Bonnepat. En toen op een gegeven moment hebben wij het een keer over gehad dat we zeiden van volgens mij hebben we nu wel tijd dat je een beetje deze kant op komt. Ja. Dus daar een hoop ervaring op gedaan en dat meegenomen naar ons bedrijf. En ja, wel heel anders qua stijl, zeg maar. Maar ja, ik vind dit wel heel leuk werk. Heel afwisselend. Dus je hebt niet alleen maar dat je hele dag achter je pannen staat. Maar je hebt van de cafetaria tot café, tot cateringen, feestjes, luxe belegde broodjes. Zo gek kun je niet bedenken en dat doen we wel. Ja, heel veelzijdig. Ja, die afwisseling is juist wel heel fijn. Ja, wat was jij nou, meer een cafetaria-man toen of meer een café-man? Op het moment meer café-man. Maar ik heb veel met een bedom kunnen kijken, een dombrouw. Ja. Of niet, kastelein. En dat ging me heel goed af. Ja. Maar cafetaria heb ik ook geen hekel aan. Dat is ook zo, wat ik nodig heb, de stok. Want het was al zo, zoals het, zeg maar, altijd in jouw tijd is geweest. Hè? Cafetaria met café, toch? Of niet? Nee, alleen cafetaria. Was alleen cafetaria? Alleen cafetaria. En hebben we in de neerder verbouwd, zeg maar. En we woonden van beneden naar boven gewoon. Heel brandgaard in 90. Ja. En toen hebben we café en cafetaria gescheiden. Maar direct Calasantje in, ken je nog? Jazeker. Daar zat bij ons in de cafetaria met een halve liter. En dat daar mensen bierken of patat komen halen, was niet zo'n reclame. Nee. Direct was zo'n Mara's lat natuurlijk en dan zo alleen maar halve liters.
En dan hebben we dan een beetje gescheiden dat de kavier volgt op de kavier en de kastanje apart. En dat was niet verkeerd. Nee, precies. Nee. Ja. De mensen die patatje wilden halen, gewoon even lekker rustig. Ja. Dat is niet meer die dronken keel zijn kiezen. Nee, precies. Nee. Ja. Dirk Alexander, beroemde inwoner van Borgo, leeft niet meer, maar iedereen kent hem. Denk was een heel aardige man, maar dronk een beetje. Ja, zo ging dat. Daar heb jij natuurlijk ook altijd mee te maken gehad. Zo mensen die al helemaal in de kroeg komen. Heel begrijpt dan aan het graf, zeg maar. Ja, precies. Ik denk als we met jou gaan zitten, Toon, dat zitten we nu, maar dan kunnen we als we 40 jaar anekdotes door moeten nemen, dan zitten we hier morgen vroeg nog. Heel veel meegemaakt in die jaren. Die namen bekend met Benny Sprenkelen en Handje Schutten en dat is wel allemaal. Maar het is wel zo, 21 jaar terug, dan verkocht je gewoon 10 liter jenever in de week. Ja. Maar het een van doorgeheerd, die categorie kun je niet meer. Dus nee. Dit nodige liter in 3 maanden. Nee, dat en is helemaal weg. S'morgensmiddag staat de tap vol met 20 man. Ja. En Bartje Kruisinga en Thijs en dat noem ze allemaal maar op. Echt die diehards. Het is een andere generatie. Ja. Nou, heb Bart gezegd, die café is of dag minder. Je hebt wel biatten en dat en zulke dingen. Maar wat dan maar. Je gewoon nog een ding bij aanbouwen, die serre. Dat is puur voor de lunch. We hebben cafetaria daar lunch. Waar nog gewoon zijn lunch ding worden. Wat deed je voor nooit? Dat ken ik helemaal niet. Maar tegenwoordig gaan ze allemaal in niks van zijn lunchen. En dan wil ik dus een beetje bruik van maken. Door vandaar de serre, zeg maar. En in Bruik Café, daar willen we gewoon allemaal gaan scheiden. Dat mensen wel rustig kunnen lunchen. Niet als ze met die mensen in het café wel. Dat dan een beetje die kant voor op. Maar dat echte caféwerken, Bart, wat jouw vader zegt, is bij Café Thee ik ook, hè? Ja. Toen Willem en Tracy zit ook in deze serie trouwens, maar toen die echt nog op café zaten, om 9 uur, s'morgens ging dat open en zat vol. Die tijd hebben jullie ook nog, hè? Maar dat is helemaal weg, hè? Ja, dat is wel een stuk minder. In het weekend heb je wel je vaste club die komt, maar dat is dan nu een man of 6, 7. En die drinken een paar borreltjes, een paar biertjes en die bestellen vaak eten voor thuis. Ja. En om 1 uur zijn die ook weer weg. Dus eigenlijk is de handel in het weekend, die heb je wel gewoon de hele dag. Maar door de week merk je gewoon dat vanaf 4 uur begint het pas een beetje te lopen in de kroeg. Ja. En wij weten gewoon dat wij een hele goede doelgroep willen aanspreken. Wij staan bekend om, het is goed, het is betaalbaar en je krijgt genoeg. En dat is ook een beetje waar we op door willen borduren, zeg maar. De mensen die bij ons in de kroeg komen, die eten soms wel 2 of 3 keer in de week bij ons. Ja, en dat is niet leuk als je 25 euro of 30 euro voor een gerechtje moet betalen. En er is denk ik best wel veel vraag naar waar gezinnen met kinderen gewoon lekker ongedwongen kunnen eten. Zonder dat er een keer een glas omvalt of een valk op de grond en dat je meteen raar aangekeken wordt. Dus dat is een beetje de doelgroep die we ook, dat het heel ongedwongen is, zeg maar. Het moet goed zijn, het moet betaalbaar zijn. En zo pakken we eigenlijk, we gaan met eerder open straks. Fietsers, wandelaars, koffie, gebak. Ja. Pak je lunch, pak je borrel. En daarna pak je diner. En de bedoeling is dat mensen een avond uitgaan. Dus of ze een uur aan tafel willen zitten of 5 uur, dat is voor ons helemaal prima. Nee, maar gaat ook het diner straks ook wel doen. Goede betaalbare plateservice is een beetje de bedoeling. Leuke luxe borrelplank wat je gewoon lekker kan delen met elkaar. We hebben natuurlijk al wel broodjes salm, salades, carpaccio, salades carpaccio of salm ook. En als je zegt van doe mij maar een bord en doe er 2 vorken bij, dan delen we die. Ja, ook geen probleem. En ga je weer een half uurtje wat drinken en daarna bestel je nog een keer wat. Dat is allemaal goed. Ja, jullie zijn nu drukdoende. Hè? Het is eigenlijk afgerond. De nieuwe serre eraan. En daar komt dan een soort van scheiding, zeg maar, met het eetgedeelte en cafégedeelte. Ja, de scheiding is zeg maar de oude buitenwand. Daar hebben we alle puien en kozijnen van vernieuwd. En dat is de scheiding. Dus als we een grote partij hebben, aankomend weekend hebben we dan de eerste bruiloft al staan. Nou, dan gaat gewoon alles open. Dan kun je alle puien openschuiven en dan heb je gewoon 1 grote zaal. Wat we straks met de quiz ook gaan doen. En als je in het weekend zeg maar een Ajax-Feyenoord wedstrijd hebt, doe je lekker alles dicht. De mensen die aan het lunchen zijn of aan het dineren zijn, die hebben daar geen last van. Ja. En die kunnen elkaar dan ook niet zien. Daar hebben we gewoon kamerschermen voor staan. En dan heb je een andere looproute, zodat je daar... je ziet elkaar niet, je kan elkaar wel tegenkomen. Dus je moet wel naar dezelfde toilet, maar dat vinden de meeste mensen niet erg. Maar dat je niet als er gescoord wordt, dat je bijna schrikt aan tafel, zeg maar, van wat gebeurt hier. Ja precies. En je biefstuk bijna van tafel. Ja, precies. Maar jullie zijn wel echt voetbalcafé, Tom. Ik heb momenten gezien dat je helemaal oranje werd. Hele pan inpakt. Ja, met oranje. Maar gaan voetbal in Duitsland worden ook. Dat is wat oranje maken. Ja. Dat kan er helemaal ingepakt, helemaal oranje als ik dat is leuk. Ja. Maar dat is nog wel, hè? Dat legt nog wel. De laatste keer vond ik een beetje dat
mensen waren een beetje nerveus. Was dat ook weer de laatste keer? Ja, dat was in Qatar, was het midden in de winter. Was dat was niet zo'n animo, maar toen verder te komen, op een gegeven moment, dan wordt die oranje groep ook groot elke keer. Hè? Ja. En dan zoeken ze elkaar op, vinden ze gezellig. Ja. Ja. Hey, en jullie doen nog, wat je zegt, biljarten, darten. Ja. Ja, mensen hebben biljarten een beetje geweest, maar toch, jullie hebben aardige biljarten. We hebben nog drie teams in het logo, drie teams in de KNVB, dus... Dat is best wel voor tegenwoordig is dat best wel aardig, want deze komt geen jeugd meer bij ons niet, hè? Dus iets oudere mensen allemaal, maar nee, dat gaat nog wel aardig op. Maar dus is voor competitie. Maar ben jij al? Jij loopt al heel lang mee. Veel mensen die komen en gaan in horeca Borculo. Ja. In Borculo is dat horeca. Ik vind nog wel het Slentefeest eerder. Oh, ja, ja. Van kroeg naar kroeg. Dag van Borculo. Ja, maar zoveel kroegen zijn er niet meer, hè? Gewoon wij gewoon hier. Alleen de milieu en we nog als cafés dan, zeg maar. Is dat dan genoeg voor zo'n grote plaats? Voor ons wel. Ja, dat snap ik. Voel je? Ja. Nee, maar dus in feite moeten mensen wel meer keuze hebben. En wel, milieu is beperkt los, zeg maar. We hebben daar elke dag op titel los. En dat, anders hebben ze een keuze van bieden gracht, is nog een restaurant. En wij eerder nog meer. Ja, eerder One. Oh, One. Peters, ja, en dat is allemaal niet meer. Nee. Dat, maar dat is een andere titel. Ja, ja. Ja. Hey, en jullie gaan eigenlijk heel breed door, hè? Want je zegt van, cafés zijn wel cafetaria's en geweest, maar je wordt nog een beetje cafetaria plus, of is dat, ben je nog iets meer dan dat? Nee, we gaan doorbeduren op het assortiment wat we al hebben en dat wordt dan uitgebreid met wat net een stapje luxere gerechten voor initiëren. Maar ja, ook dat, leuke dingen, maar het moet goed zijn en betaalbaar. Dat is echt de categorie waar wij op mikken, ja. En deze motor heel veel partijen van, ook van Vista Campina, met groepen die Odios Barrel drinken, dat klinkt mij wel. Die helemaal zo veel binnen. Ja, ook zo druk met de cateringen, dat je gewoon, langzamerhand moeten we vaker neven kopen, dan is het gewoon vol. Die barrels, hè, want jij zegt van Friesland en Campina, dat doen jullie al jaren. Oh, dat Technische dienst, neemt dat is dan. Ja, dus altijd kerst en dat komen altijd. Komt er vaak nog een ploeg bij, weer naar Beekum, dan pak je in één keer, maar ik stamp verder op, zet je bejaard neer en dan... Vind ze prima. En dan 100 bieren in één cola, vaak. Ja. En dat die helemaal de gekke drinken zijn huis doen. Ja, dat weet ik. Kijk maar. Als nou, wat jij bent opgegroeid met ouders die in de horeca werken. Ja. Horeca is natuurlijk heel veel werk als andere mensen vrij zijn. Heel veel kids denken ook van, ben je niet gezien? Nee. Jij dus wel. Ja, dat was bij ons thuis ook wel zo. Mijn broertje, mijn zusje en mijn zus die zeiden alle drie van, ons niet gezien. Wij weten hoeveel hun werken en gewerkt hebben. En ja, weet je, dat waren hun gewoon niet van plan om dat ook te gaan doen. En niet omdat ze het niet leuk vinden, ze hebben allemaal bij ons gewerkt. Ja. Hun eerste baantjes waren ook altijd gewoon bij ons in de kroeg. Alleen op een of andere manier willen hun daar niet aan. Ze hebben eigen interesses. En dat is ook niet erg. Ja. Ja. Nikkie zit aan school, zeg maar. Kees is makelaar en boordje bij de GD in de Elten. Ja, dus hele andere beroepen ook dan. Ja. Maar jij moet toch als ondernemer super blij zijn, trots ook dat één van jouw kinderen het overneemt. Als ik heb Koran de Chinees. Ja. Is dat twee keer geweest? Ja, die moet geweest zijn met de werkende cafetaria, zo'n Chinese echtpaardje. En laatst kwam een café, wilde cafetaria kopen, zei ik, ja, niet. Het is alles of niks. En toen kwamen ze aan de bar. En toen vroeg ze wat ik van hem wil. Ik zei, 3 miljoen. 3 miljoen, zeg. Ja, het is graag veel money. Ik heb het nooit meer zien. Ja. Nee, maar dat is leuk. Dat het in de familie blijft. Ja, natuurlijk. Dan kun je lekker door. Nee, maar dat kan ik zelf een beetje blijven noemen wel. Ja. Nee, je zijn net gekscherk, ik ben 66. Ik ga nog geen door, maar... Dat was niet gekscherk. Nee, maar je gaat gewoon lekker door. Dan denk je. Waarom ook tussen me op de bank gaan zitten? Ja, niet gewend. Dus ik heb een hele aardige vrouw, maar... Op de bank vind je helemaal niks. Maar wat zeg je vrouw daarvan dan? Nou? Een keer het zoon maken, een beetje minder? Ja, wel, maar dat hebben ze al vaak gezegd, helpt niet meer. Dus. Nee. Dat jij bent ook zo'n type, zeg, ik ga een dag minder werken. En zeg, ja nee, in plaats van 6,5 dag, nou 5,5 dag. Ik weet nog niet welke dag dat was. Nee, ik heb ook zo'n hobby is waar. En je leert niks aan de mensen. Nee. Dat denk ik. Dan vind je dat leuk, dan ga je door. Maar ik moet wel, ze wil wel vaker met vakantie zoeken dingen. Waarom? Maar ja, dat kunnen we vaak niet wel. Maar dat moet ik wel een keer doen. Dat hoeft niet meer. Hè? Maar de ambitie is dat. Ja. En jongens, 2023 was natuurlijk voor jullie het jaar van de verbouwing. Hoe gaat het? Wat zijn de... Nou ja, laat maar dat woord ambities nou weer noemen. Wat zijn de ambities voor 2024? De laatste dingen van de verbouwing natuurlijk afmaken. Het grote park bij ons voor de deur, wat de gemeente doet, zeg maar. Die gaan ze afronden aankomend jaar. We willen nog wel wat kleine projectjes erbij aandoen, zeg maar voor de rest willen we eigenlijk gewoon een heel goed concept neer gaan zetten. Ja. En dat is een beetje wat 2024 moet gaan brengen. Dat we gewoon naam gaan maken en
gewoon een hele fijne, leuke plek worden waar mensen graag komen. Nou, jij zegt een beetje, nou, het is wel een restaurant, maar toch wel wat laagdrempelig. Zeg maar. Mensen, wat je ook zegt, als er kids bij zijn in de rennenkeer, de zaak heeft, dan moet maakt allemaal niet uit. Ja, nee. Ja, maar dat is voor mij weer interessant, want ik heb kleine kinderen die dat doen namelijk. Dus bij Noordic Young Girl. Heel goed, gaan we een keer testen. Nee, maar dat is ook een beetje hoe we een beetje bij die doelgroep kwamen. Ik heb zelf 3 hele kleine kinderen. Dus 1,5, 2,5 en 3,5. En ik weet gewoon, wij zijn met die kleinste keer uit eten geweest. Toen hadden we er nog maar 1. En we hadden het hoofdgerecht nog niet opzij. Was natuurlijk strontvervelend. Dus ja, weet je, dan schuif je je eten weg. En dan denk je van, ik ben er klaar mee. Want we zaten echt wel in een restaurant. Dat je denkt van, ja, was ook iedereen niet, kijkt je aan. Ja, het was ook niet voor niks. We hadden een mooi tafeltje in het midden. Dus iedereen die keek ons lekker aan. Dus ja, toen had ik wel zoiets van, nu met de kinderen, waar ga je naartoe? Je gaat naar Everbroeks, je gaat naar Alphen Eckbergen. Maar daar houdt het wel een beetje op. En ik denk dat mensen echt wel behoefte hebben aan een plek waar je gewoon kan zitten. En dat het ook niet meteen de hoofdprijs moet kosten. En als je lang wil blijven zitten, blijf je lang. De kinderen kun je bij ons, die kun je park insturen, bij wijze van. En zelf kun je ze in de gaten houden, want alles is van glas. Dus weet je, dat is voor ons de perfecte combi. Ja. En jouw vader is nu 66. Jij moet nog even, zeg maar. Maar je bent ook van plan om tot die leeftijd door te gaan? We gaan zien wat schip staat. Nou, schip moet nooit stranden, zeggen ze dan. Nee, laatste zandvoort wel gezien. Ja, precies. Kim niet wat ik dan. Hé jongens, en dan gaan we zo een beetje reclame maken voor Nieuws op Bergland. Want op 19 januari gaan we met jullie nog een nieuwsquiz doen. Hè? In de hele tent kan vol, toch? Nou, we gaan zien hoeveel we erin kunnen krijgen dan. Wordt gaan gezellig. Best doen in ieder geval. Aanmelden via de website, mensen. We gaan het QR-codetje wel even in beeld tonen. Dan kun je dadelijk met de telefoon dus op. Hey. Ja, dus heren, zijn we nog wat vergeten? Dan we zeggen, nou, dat had ik toch nog even gezegd willen hebben. Heb je nog helemaal niet gevraagd? Nou, ik weet niet wat. Heb je nog wat? Nee, volgens mij niet. Ik dacht meestal vader. Ja. Zo kom ik hier kijken. Ja, dat is denk ik allemaal een goede tip, toch? Nou, helemaal goed. Toon en Bas, hartstikke leuk dat jullie hier waren. Dankjewel, Bas. En maak er wat moois van de rest van het jaar, maar vooral volgend jaar, want dat moet eigenlijk echt gebeuren. Volgend jaar moet draaien. Ja. Heren, mooi. Dank jullie wel. Dankjewel. Dit was hem weer, het jaar van morgen zijn we terug. Dankjewel.